Escalation of Commitment, toegepast op de Spaanse architect Santiago Calatrava. Wie is Santiago Calatrava? Santiago Calatrava Valls is een Spaans architect die studeerde aan het Instituut voor Architectuur in Valencia en als ingenieur afstudeerde aan het Instituut voor Technologie in Zurich. Hij richtte na zijn studies zijn eerste kantoor op in Zurich en vervolgens opende hij een architectbureau in Parijs, in zijn moederstad Valencia en in 2004 in New York. Calatrava won snel aan internationale bekendheid door zijn constructies in Centraal- en Zuid-Europa. Hij is bekend vanwege zijn groteske sculpturale bruggen en gebouwen. Het zijn meestal organisch gevormde constructies, vervaardigd uit onaangekleed wit beton en staal. In deze paper zullen wij het fenomeen Escalation of Commitment toepassen op de volgende drie bouwprojecten van de Spaanse architect Santiago Calatrava. Ten eerste is dat de Oculus in New York. Ten tweede, La Ciudad de las Artes y Ciencia in Valencia. Ten derde, Station Liège-Guillemin. Wat is Escalation of Commitment? Escalation of Commitment verwijst naar het koppig gedrag van een individu of een groep die hun beslissingen, activiteiten en investeringen blijven rationaliseren wanneer ze geconfronteerd worden met negatieve effecten, financiële verliezen, onrealistische verwachtingen en inschattingsfouten, in plaats daarvan hun koers te veranderen en een einde aan het project te maken. Maar ondanks de vele verwezenlijkingen van Calatrava zijn er ook veel critici. Calatrava probeert namelijk in zijn ontwerpen altijd de grenzen van het architectonisch bereikbare te zoeken. Zijn passie en overtuiging stoten soms op de grenzen van de realiteit. Hij krijgt heel veel kritiek vanwege zijn ontspoorde budgetten en ontsporende bouwtermijnen. Evenals een lage functionaliteit en een lage klanttevredenheid. De Oculus. De Oculus is de naam van het nieuwe metrostation in New York op de plaats waar de WTC-torens op 9/11 instortten. Voor 9/11 was het metrostation het 17e drukste station van de stad, met elke dag zo'n 46.000 passanten. Het nieuwe metrostation kreeg een budget van $2,2 miljard en men wou het metrostation klaar hebben voor 2007. Santiago Calatrava kreeg in 2004 de opdracht om het nieuwe treinstation van Ground Zero te ontwerpen. De indrukwekkende stalen constructie moest 50 meter hoog zijn en moest zich bevinden in een knooppunt van verschillende metrolijnen, een treinstation, een shoppingcenter en ook een voetgangerstunnel. De feiten. Ondanks het feit dat het treinstation van Ground Zero het 17e drukste treinstation van New York is, mag het zich het werelds duurste treinstation noemen. Het bouwwerk kostte $4 miljard. Het dubbele van het originele budget, $2,2 miljard. En het liep ongeveer 10 jaar vertraging. Oorzaken. Het is een adembenemend stukje architectuur met een grote emotionele waarde wat een jarenlange escalation of commitment heeft teweeggebracht. Het was alsof de beloftes en de woorden van Calatrava werkten als het gezang van sirenen uit de Griekse mythologie. Ook al zag men de eerste maanden al dat Calatrava veel te hoge eisen had en dat het budget veel hoger zou uitdraaien dan oorspronkelijk geraamd, men wou de sunkost niet meer ongedaan maken en het project moest en zou slagen. Koste wat het kost. La Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Ciudad de las Artes y las Ciencias
de stad van kunst en wetenschap, is een cultureel complex gelegen in Valencia, de geboortestad van Calatrava. En het is tevens Valencia's grootste toeristische trekpleister. De stad Valencia wou een wetenschappelijk museum bouwen op het eiland aan de rivier de Turia, gebaseerd op het idee van de professor van de geschiedenis en wetenschappen José María López Piñero. Uiteindelijk werden er bij de eerste plannen 3 gebouwen voorzien. Een communicatietoren, die de 3e grootste ter wereld moest worden, een planetarium en het wetenschappelijk museum. Het totale kostenplaatje was geschat op ongeveer 150 miljoen euro. Het project zorgde al bij aanvang voor heel veel discussie. Het nieuwe project werd namelijk helemaal ondersteund door de lokale socialistische partij, maar niet door de conservatieve partij. Later werd het project dan wel nog uitgebreid door de conservatieve partij, met onder meer een operazaal, een oceanografisch park en een overdekt plein dat bedoeld is voor evenementen, zoals het tennistoernooi Valencia Open. Deze uitbreiding zorgde weliswaar voor enorme kosten, waaronder de stad Valencia nu nog steeds enorm lijkt. Men veranderde met andere woorden constant van plannen en er heerste politieke instabiliteit, omdat de kosten de pan uitzwongen. Terwijl de eerste werken gestart waren in juli 1996, is het volledige project nog steeds niet af. Er waren namelijk ook nog 3 wolkenkrabbers voorzien van 308, 266 en 220 meter. Dit project is nu op hold gezet en velen verwachten dat deze wolkenkrabbers niet meer voltooid zullen worden. Het complete project heeft een uiteindelijk kostenplaatje van 1 miljard euro, wat meer dan 6 keer het oorspronkelijke budget is. In januari van het jaar 2014 sleepte de stad Valencia Calatrava voor de rem. De reden? Delen van het dak zijn van een ondermaatse kwaliteit en ze beginnen nu reeds van het operagebouw te vallen, slechts 8 jaar na de voltooiing van het operagebouw. Het derde project van Santiago Calatrava dat onderhevig was aan escalation of commitment is het station van Luik-Guillemin. Door de intrede van de hoge snelheidstreinen in België was er in bepaalde Belgische stations dringend nood aan een vernieuwde infrastructuur opdat deze treinstellen zouden kunnen verwelkomd worden. Dit was onder meer het geval in Luik. De perrons waren veel te smal voor de nieuwe treinstellen, de sporen waren ouderwets en het station liet ook een verwaarloosde indruk op de reizigers na. Na een ontwerpwedstrijd werd Santiago Calatrava gekozen vanwege zijn eerdere architecturale verwezenlijkingen van de treinstations in onder meer de steden Zurich, Lissabon en Lyon. In 1998 kon de bouw beginnen. Dit zou het begin zijn van een ware polemiek en zware financiële problemen voor de stad Luik. Door de vele problemen, zoals het feit dat het oude station in gebruik moest blijven ondertussen en dat de spoorinfrastructuur een grondige aanpak nodig had, kwam het prijskaartje op meer dan 450 miljoen euro. Er was, buiten het feit dat het station heel erg duur was, ook veel controverse rondom het feit dat Luik slechts een tussenstation is en toch zo'n esthetisch station kreeg. Het station had in 2006 af moeten zijn, maar door diverse complicaties in verband met de constructie, de materialen en de veiligheid werd het station pas in september van het jaar 2009 geopend.
Dit is een heel manifest voorbeeld van escalation of commitment. Het oorspronkelijke plan werd helemaal niet nagekomen. Ten eerste werd het station veel duurder dan men had gedacht. En ten tweede was de opening ook 3 jaar later dan men origineel had gepland. We hebben in deze paper aan de hand van 3 projecten van Santiago Calatrava in de bouwsector het fenomeen van escalation of commitment uitgelegd. We concluderen dan ook dat de contracterende partijen die met Santiago Calatrava in zee gaan, keer op keer trappen in de val van escalation of commitment. Ze hebben namelijk de tendens om onrealistische activiteiten en beslissingen uit het verleden te blijven voortzetten en daarin te blijven investeren. De ontwerpen en de beloften van Calatrava spreken zodanig tot de verbeelding dat men geneigd is om ontsporende budgetten te rationaliseren en telkens opnieuw de plannen te wijzigen. Zoals de sirenen uit de Griekse mythologie worden de contracterende partijen doof voor elke kritiek en zetten ze hun irrationele gedrag gewoon verder. Dit was onze analyse over escalation of commitment, toegepast op de Spaanse architect Santiago Calatrava.